Matthias, overwinningen tegen MOV, dat blijven toch de mooiste die er zijn, hè? Dat is het allerzoetste dat er bestaat in het voetbal. Althans voor mij persoonlijk. En zeker als je werkt in Brussel, want in Brussel heb je heel veel Union-fans, maar heb je ook heel veel Mauve-fans. En ja, dan loop je daar wel eens met de big, big, big smile op kantoor. Dus het was bijzonder zoet voor mij van deze ochtend. En ik kan geloven dat het voor jullie ook het geval was, boys, in het Brugse. Absoluut. Over die zoete overwinning tegen MOV en zoveel meer. Vandaag in de Klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, met een mirakel. Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, stop Olsen. Frankie van der Elf, het is er. Om te kijken en er eentje uit te pikken bij Robin Nielsen. Oh, wat een goal! Oh, wat een goal! Ik zei het! Schitterende goal van Club Brugge! Ja, het was een leuke zondag gisteren. Hans is er ook bij komen zitten. Hans, je hebt er een, denk ik wel een leuke week ook op zitten. Want naast gisteren over een team of ook naar Milaan geweest. Sportivos misschien iets minder, maar ik denk dat wel een los daarvan een leuk uitje was, niet? Het was een heel leuk uitje, inderdaad. Wat er op het veld gebeurde en natuurlijk de uitslag was minder. Maar het was een echte volksverhuizing, hè. Dus, 4000, dat, zoiets? Ja, dat is wel ongezien hoor, voor een midweekwedstrijd in oktober. En ik had indruk naast de 4000, want dat is 5% van die 80.000 die in het uitvak zaten, ben ik er ook nog een pak tegengekomen die tussen de thuissupporters zaten. Dus ik vind dit ongezien voor een Belgische ploeg. En ik was fier om daar deel van te kunnen uitmaken. En ja, er waren er met een charter gekomen, andere met bussen via supportersclubs, minibusjes, auto en vliegtuig natuurlijk. Vertrek, luchthavens waren Beauvais, Zaventem, Charleroi, Eindhoven, Charles de Gaulle. En ja, ik zie Matthias zwaaien. Ja. Matthias dus dat was niet jouw favoriete luchthaven, hè, Matthias? Matthias had inderdaad een ticket of vanuit ja. Charleroi geboekt. Hè. Dus, ja, alles was... Maar dan op de wedstrijd daar zelf, hè. Ja. Alles was geboekt. Vlucht, hotels, tickets voor de wedstrijd. En ja, pushbericht HLN, maandag 14 uur. Alle vluchten wegens staking van veiligheidspersoneel worden gecanceld voor dinsdag. Waardoor dat we letterlijk geen B-plan meer hadden. We hebben het lange tijd gezocht, gedurende 3-4 uur, maar uiteindelijk... Ja, niks gevonden, waardoor dat onze fantastische trip Europees helemaal weg was. Dus het was serieus bal. Ik heb er echt slecht van geweest gedurende minstens 24 uur eigenlijk. Dus, en ja, €400, dat is letterlijk de vuilbak in. We krijgen wel de heenvlucht terugbetaald van Charleroi. De terugvlucht niet natuurlijk, want die kon ik wel nog nemen eventueel. Uh-huh. Maar het is vooral het hotel en vooral de beleving. Hè, Milaan, AC Milan tegen club. Dus zuur. Ja. Ja. Maar kijk. Want Hans, je bent naast clubsporter ook groundhopper. Wat vond je van San Siro? Poef, ik was wel onder de indrukken. Waren er... Was het de eerste keer? 'S morgens... Ja, het was de eerste keer. Ik was niet mee in de 21 jaar geleden. Het was de eerste keer. En als je zo uit die metro komt... Dat stadion, dat ligt daar in the middle of nowhere, zo impressionant. Ik moet zeggen, heel machtig. Na Wembley was het een van de stadions, en ook Bernabeu, die op mij toch wel een ferme indruk heeft nagelaten. Maar heel de beleving, zoals Matthias zegt, prachtig weer, 90 graden. Nooit een jas moeten aandoen, t-shirt en een trui. Mooie stad, echt het historische spreekt eruit. Heel mooie oude gebouwen. En die Italianen weten wel hoe ze met toeristen moeten omgaan. Ik heb mij één keer mispakt toen ik in de buurt van de Dome zaten er clubsupporters die we kenden. En we hebben bij hen aan tafel aangeschoven. Ik had niet gekeken op de kaart en de garçon kwam.
En die vroeg mij klein of grote pint. Ik zeg, doe maar een grote. 12 euro voor een halve liter. Dus dat was wel even pijnlijk. Dat was op de grote markt hier in Brugge. Hè. Dat kun je ook wel doen. 12 euro voor een pintje van het vat. En dus in de voormiddag zijn we naar San Siro geweest. Helemaal rondgewandeld. En er was al heel wat bedrijvigheid om 10, 11 uur, zeg maar, de wedstrijd was om 7:15. Kraampjes die werden opgericht, dus echt, je kon er ook eten en drinken. Ongelooflijk hoe het, ja, maar ja, er waren 50 of 60.000 mensen. Dus de catering is dan wel heel, heel sterk voorzien. En in de namiddag zijn we om 1 uur met een Uber-taxi met 6 clubfans naar de Youth League-wedstrijd van club tegen de AC Milan geweest. 1-1, het was weer een leuke beleving. Ja, last minute, maar terecht hoor. Die 1-1, het laatste kwartier, 20 minuten, was het vat leeg bij de clubboys. Waar ik wel wil voor pleiten, want ondanks het feit dat het een half uur, 8,5 kilometer was het van het centrum gelegen, dat basecamp van Milaan. Wij moesten er op eigen houtje, ik zeg het, een Uber, 49 euro met 6 personen, hebben we moeten inhuren. Waarom club niet op wedstrijddag een shuttlebus inlegt vanuit het centrum naar de bestemming waar de Youth League match doorgaat. Ik ben zeker dat die bus vol zit. Maar er waren ook meer clubsupporters aanwezig op die Youth League wedstrijd dan Milan supporters. Maar goed, een heel leuke away. Ondanks de nederlaag een heel goed gevoel aan overgehouden. En vooral ook de eenheid en het familiegevoel onder de clubsupporters in het stadcentrum was wel hartverwarmend. Dus was er weer zo'n gathering plaats waar iedereen samenkwam ook voor de wedstrijd? Inderdaad, maar die hebben we moeten skippen omdat wij van het basecamp waar het Youth League wedstrijd doorging, direct doorgereden zijn met de metro naar San Siro. Ja, de wedstrijd dus, was vroeg ook, het was om 7:15, dus al kort op elkaar. Ook wel een mars geweest vanuit het centrum, waar alle clubsupporters waren bijeengekomen, zich hadden verzameld. En die werden begeleid tot op de metro. Dus, en de politie is dan ook op de metro mee tot aan het stadion gereden. Maar het was heel sterk georganiseerd allemaal. Dus die Italianen kennen er wel van. Maar goed, even wat Milan wij betreft. Ja, maar de Bruggelingen ook. Want ik moet zeggen, op tv, Hans, het kwam wel heel goed door, hoor. De Brugse gezangen. Ja. Het was natuurlijk een protest blijkbaar van de ultras van Milan. Maar die 4000 clubfans heb je ook al laten horen. Hè? Het was, ik zat echt op tv, heb ik letterlijk mijn tv wel luider gezet, want je hoorde bijna alleen maar de clubsupporters. En ik zei het nog met Thibaut en Karel vorige week. Het enige moment dat we de Milan-fans zwaar hebben gehoord, dat was zelfs niet bij die goal, dat was bij de rode kaart van Rafa Niedica. Dus dat zegt ook heel veel over enerzijds de flauwe aanhang van AC Milan en dan vooral de 4000 diehards die daar zitten in het away-vak. Allee, het geluid kwam er heel veel door. En ook op televisie, wat vaak niet het geval is. Want vaak heb je het gevoel als supporter van, we hebben het hier goed gedaan. En op televisie zeggen mensen vaak van, boah, het viel mee. Maar hier was het echt wel, zelfs op tv, zeer luid hoorbaar. Ja. Dat is top. Nee, het was absoluut zeer goed. Het voetbal gaat ook ontegensprekelijk door. Want na Milan away hadden we natuurlijk op zondag meteen de klassieker, de topper, Club Brugge tegen Paars-Wit. Het was ook All Blues Day, Matthias. Een speciale versie van You Never Walk Alone gebracht. Ja. Dat was wel origineel, hè? Allee, het is al een paar keer zo geweest, maar het is wel geslaagd. Het was een van de betere versies, vond ik. Ja, voilà. Er zijn bepaalde supporters die voor de wedstrijd tegen mij zeiden van All Blues, dus bij een topper, bij een kraker zoals tegen Anderlecht, dat kan alles of niks zijn. In de zin van, ofwel kan het de sfeer compleet bederven en een beetje doen bekoelen eigenlijk, ofwel doet het het omgekeerde, het geeft een kippenvelmoment en het wordt goed gezongen en dan heb je een beetje die vlam in de pan. En ik vond het een van de betere You'll Never Walk Alone covers dat ik sinds lange, lange, lange tijd gehoord heb. Dus bij deze, shout-out aan, ik ben zijn naam even vergeten, want ik heb die daar straks gezien op Instagram.
Maar ik vond... Zoiets. Ja, Roe. Ja, want hij is Ros, dus R-O-U-X. Dus waarschijnlijk om zijn, zijn haar. Maar fenomenaal gedaan. Het was echt een heel mooie versie, vond ik. Beklijvend, maar tegelijkertijd ook een stukje dynamisme ook. Dus top. Ja, het was snel genoeg, hè, Hans. Het tempo lag hoog genoeg, hè, van The Never Walk Alone. Want dat kan zelfs probleem zijn met die covers. Ja. Inderdaad, het was ingetogen, maar langs de andere kant ook heel gevoelig. Ik vond het een heel goede, zoals Matthias ook zegt, heel goede versie. Goed gebracht, want je moet het toch maar doen voor een vol stadion. Het is een setting die ook voor de jongen niet is van Adegem, heb ik me laten vertellen. Die ook niet, hij kon dit niet vooraf eens repeteren. Dus goede performance, sterk gedaan. Hij had het publiek mee. Leuk ook in beeld gebracht door het mediateam van Club, die een filmpje in de vooravond of op de middag hebben ook nog gepost. Dus het is zeker een heel goede, want All Blues Days, we hebben het ieder jaar, maar de invulling dit jaar, met alles erop en eraan, vond ik wel geslaagd. Dus shout-out naar de bedenkers van het idee achter All Blues Days. Ja, dat is een mooi initiatief. En ook voor de wedstrijd was er nog een grote huldiging. Niet voor het grote publiek, wel in de VIP. Voor levende clublegende Lotte Lambert, Matthias, die een standbeeld heeft gekregen. Ze gaan hem wel nog kunnen verplaatsen in het nieuwe stadion, heb ik gehoord. Maar toch wel een prachtige erkenning, hè, voor hem. Ja, nee, klopt. Het was een fantastisch moment. En de emoties had je wel verwacht bij Lotte Lambert, want hij was bij zijn 75ste verjaardag, werd al in de bloemetjes gezet door de Blues of FCB toen, met een prachtige tifo. Natuurlijk, William Mertens van de podcast heeft hem gefilmd bij de titelviering tegen Cercle. Hij was ook aan het winnen. Dus ik denk dat dat iemand is ook die zijn emoties redelijk snel en gemakkelijk de vrije loop laat gaan, wat positief is, vind ik. En bij deze huldiging was het... ik denk wel, voor hem moet het wel speciaal zijn, want als er zo plots een standbeeld van jezelf komt, dan heb je misschien bepaalde verwachtingen wel. Van oké, lijkt het op mij. Hij had meteen ook die geklemde vuist herkend, want hij speelde altijd met die geklemde vuist. Zoals hij zei in de Sportza-interview, hij klemde zijn vuisten speciaal om wat meer kracht te hebben als er een duel werd uitgevochten met een tegenstander. Dus dat was goed gezien van Club om dat te doen. Maar ik ben benieuwd, wat vinden jullie zelf van de standbeeld, jongens? Hans? Zeg maar. Ja, ik vond het sowieso een blijk van... ik vind het heel mooi dat een oer-icoon zoals Lotte Lambert wordt gehuldigd in de vorm van zo'n standbeeld. Want enkel de allergrootsten kunnen dit claimen. Ja, en puurder Club dan Lotte maken ze niet meer. Het is een volksjongen. Ja, over de invulling van het standbeeld. Dit is kunst. En een kunstenaar wil altijd een eigen... zingeven en qua vormgeving. Maar Lotte was duidelijk gecharmeerd en onder de indruk. Dat is het belangrijkste uiteraard. Dat is het belangrijkste. En wat wij ervan vinden, het blijft kunst. En die twist die er werd aangegeven, ik had hem bijvoorbeeld wel graag in een clubshirt gezien. Ja, dat was niet zijn clubshirt, een clubembleem of zo. Gewoon het logo of iets. Ja. Heeft tenslotte alleen maar voor de mooiste club met het mooiste shirt gespeeld. Maar die kunstenaar heeft het een invulling gegeven zoals hij het, zoals het bij hem binnenkwam. En Lotte was gecharmeerd en dankbaar. En daar gaat het om. Verder hebben wij daar in feite niet zoveel over te vinden, vind ik. Ja. Het was een match ook met heel veel mooie momenten voordat we naar het sportief overgaan. Minuut 27, Matthias. We hebben het vorige week al uitvoerig besproken. Ja. Voor Casper Nielsen, het was wel aangrijpend. Hè? Nielsen ook recht gekomen van de bank. Ik denk dat dat wel... het is natuurlijk maar een doekje bij het bloed met hetgeen dat er gebeurd is. Maar het feit dat je zoveel steun voelt, moet toch ook wel hopelijk hem toch iets geven. Ja,
daar laat club zich altijd kennen. Dat is de mooiste kant van club. En ik ben ook verliefd geworden op club jaren geleden door zulke kleine zaken die het verschil kunnen maken. En ik denk dat dat mens raakt, want natuurlijk, je krijgt waarschijnlijk heel veel berichten binnen van clubfans op social media. En hij krijgt heel veel steun van zijn vrienden en familie. Maar ik denk als een stadion van bijna 30.000 supporters jouw naam scanderen, You Never Walk Alone, minuut applaus. Ik weet niet of dat hij op de hoogte werd gebracht, al dan niet door club, maar het komt binnen bij iemand in de positieve zin. En hij verdient het, absoluut. Want zoiets wens je niemand toe, natuurlijk. Ja, en dat was zelf, Hans, het was zelf zo straf eigenlijk, dat in diezelfde minuut het solis kreeg daar een reuze kans. Ja, het publiek deed gewoon door met applaudisseren. Het was niet naar de fase overgaan. Dat typeert wel het Club Brugge publiek, hè. Ja, als een hele community je naam scandeert. En we hadden het ook al gedaan in Milaan trouwens, hè, met ook een heel beklijvende You Never Walk Alone erachter. En ik had de indruk dat er net een corner was en dat ook de scheids even tijd gaf om het, het applaus. Ik weet het niet, het was misschien een verkeerde indruk. Maar ja, heel mooi gebaar. En hopelijk kan het voor hem een beetje troost bieden in deze moeilijke periode, want dat hakt er toch wel in als je op die manier een kind verliest. Ja, absoluut. Het is het ergste dat een ouder kan overkomen, zoiets. Over naar vrolijkere dingen. De wedstrijd. Matthias, het deed me een beetje denken aan de wedstrijd uit 2019, toen Compagnie net voor de eerste keer bij ons langskwam met Anderlecht. Ja. Ook 2-1 uitslag, dat er ook 4-5-1 kunnen zijn. Toen misschien zelf misschien nog iets meer dan vandaag, maar het was een walkover, hè? Een complete walkover. Ik denk dat we toen misschien net iets... We hebben eigenlijk nooit gebibberd in die wedstrijd. De laatste 10 minuten... We zijn wel op achterstand gekomen toen, hè? Ja, het was een flater van... Ik denk Mignolet die in botsing gaat met een verdediger. Ik denk Mitrovic, ik weet niet. En Chadli tikt hem binnen. Nu alleen na 2-3 minuten. Maar ja, die suprematie voelde je opnieuw gisteren zoals in 2019. We waren gewoon... Die eerste helft heb ik letterlijk genoten. Echt ongelooflijk genoten. Dat was echt een... Ik heb het zelfs nog teruggekeken nadien toen ik terugkwam. Dat gebeurt bijna nooit eigenlijk. Maar ik heb het letterlijk opgenomen en terug die eerste helft bekeken. Want dat was... We waren op alle vlakken in het voetbal 10 keer beter dan Move. Dat was... En het middenveld... We gaan er straks nog op terugkomen. Yashari, Onyedika... Onyedika, die weer back-to-basics aan het spelen was, want hij kreeg heel veel bagger op zich van de Belgische media. En hij heeft een deklik gemaakt in zijn hoofd. Ik vond dat echt heel mooi om te zien. Yashari trekt de lijn gewoon door van zijn vorige weken en is stilaan incontournable. En Hans being Hans tegen Move. Dus dat middenveld was gewoon top. Maar opnieuw, zoals tegen Agent thuis, je moet altijd minstens 3-0 de rust ingaan. Dat gebeurt niet. Maar qua voetbal heb ik niks op aan te merken. Het was fenomenaal. Ja, de driehoek op het middenveld, Hans, was wel heel indrukwekkend bij club. Ja, dat was ongelooflijk hoe dynamisch ze ook van positie wisselden. Ik denk dat ze alle drie zo roteerden. En dat middenveld van hen met die drie kleine pionnetjes, Leoni, Stroeikens en Rits. Verscharen. Die stonden er, en Verscharen, die stonden erbij en keken er naar. Ze werden echt eigenlijk belachelijk gemaakt. Ze kwamen er niet aan te pas. En je weet, als een middenveld, wat toch het bindmiddel is tussen aanval en verdediging, als dit goed draait, club heeft hen daar verschrikkelijk pijn gedaan en overvleugeld. En ook wanneer ze occasioneel eens in balbezit kwamen, die middenvelders, dan was precies of dat die bal heet was, veel te warm, want die verloren die direct. En het eerste half uur, hoeveel keer heeft Moff over de middenlijn kunnen komen, buiten die ene kans van Dreyer achter anderhalve minuut, was het totale dominantie van club. Dus het was echt Wat vooral opviel, Simic, Den Donker en Kozemans, die waren de kluts. Helemaal. Het was lang geleden dat ik Anderlecht is ontiegelijk zwak de voorbije jaren, maar gisteren was het heel opmerkelijk. Die wisten gewoon niet wat ze moeten doen aan de bal.
En dat was heel opmerkelijk. En van daaruit komt ook de 1-0 van Romeo Vermans. Na een fantastisch stoorwerk van Tsolis. Wat opviel ook is, Yashari was de als eerste begonnen met stoorwerk op de middenvelders van Anderlecht. En hij heeft op een bepaald moment teken gedaan aan Hans en de drie aanvallers, waaronder Tsolis. En hij zei, we gaan het collectief doen. En toen de club het collectief begon te doen, ja, van daaruit puur je dan ook de 1-0 van Romeo Vermans. Dus, maar ze waren volledig, als je Simic de bal ziet kwijtspelen, dat is... ja, dat is een kleuterfout eigenlijk. Dus, maar top, dat is te beter. De paal was voor minstens even slecht, denk ik. Maar, ja, dat klopt. Ja, het was troeikens. Maar dat was het gameplan van club. Nicky had gezegd, je moet die press vooruit, die voorwaartse press, die moet er komen. Hoog druk zetten. En ja, Romeo was natuurlijk de eerste ambetantrek van de tien op het veld bij club. Maar als je effectief opdracht geeft aan onder andere Romeo en het Solis, ja, Skov kan dat ook wel, om bij balbezit van die verdedigers direct die druk voorwaarts te zetten. Ja, ja, en zeker als je dan ervoor na 8-9 minuten beloond wordt, dan heeft dat vleugels aan die jongens. Dus dat was qua tactiek. Ja, uitvallend vermogen hadden ze niet. Hè. Dus met de Donker die stuntelijk moest invoetballen en Simic die sowieso in een vertrouwenscrisis zit. Dus dat was wel een heel goed plan. Vandaar de keuze ook, denk ik, van Romeo Vermans. Want heel veel mensen, net voor het begin van de wedstrijd, iedereen zei van, oei, Romeo Vermans. Maar ik dacht van, oké, als je moet kiezen tussen Ferran Joudla en Romeo Vermans, die twee heel verschillende profielen zijn, als jouw gameplan is pressen, en die mannetjes achteraan bij Anderlecht onder druk te zetten, dan is Romeo Vermans de ideale spits. Want hij loopt als een gek. Nielsen doet dat ook trouwens. En daar heb je heel veel aan, want die loopt wel die velle meters, Romeo Vermans. Dat heb je en ook in de duels, want die won makkelijk duels van Simic, van den Donker, die eigenlijk alle twee groter en breder zijn dan hem. Ja. Ja, die had er absoluut geen last mee. Dat was, het was... een aandrijvertje, Romeo Vermans. Ja, en zijn eerste goal. Hans, ja, het kon niet mooier zijn voor hem. Hij heeft daar lang op moeten wachten, op die eerste. Maar ja, als je hem thuis tegen Anderlecht kunt maken, dan zou ik ook wel willen wachten. Hè. Ja, er is geen mooier scenario. En hij heeft twee keer kunnen vieren. Want hij liep direct na het doelpunt richting de cornervlag. Dan zag hij dat die lijnrechter zijn vlag de hoogte had ingestoken. En dan na die vier, of wat was het, vijf minuten, dat de VAR de fase moest bekijken, mocht hij nog eens. En ja, iedereen heeft het gezien op de socials van club. Romeo viert zijn doelpunt op de krak dezelfde manier als fan, 28 jaar geleden. Dus dat was wel een iconisch beeld als je die twee naast elkaar zag staan. Hoe Sven zijn doelpunt op de Move 28 jaar geleden vierde. Op dezelfde manier als zoon Romeo 28 jaar later. Was wel, en ook was het wel ook het camerastandpunt is wel grappig. Ja, waaruit het vertrokken is. Want je ziet ook zo net Jutgla. Tsolis die Romeo zo vastpakt. En het was hetzelfde met Gert Verheyden die dat bij zijn vader. Dat is heel grappig. Ja. En het was ook een grappig beeld. Hij ging zo zijn sliding inzetten om die tweede keer dan te vieren. En Jasper Vergoten liep in de weg. En dus Romeo loopt echt naar die cornervlag. En je ziet Jasper Vergoten denk van, ik ga je laten vieren. Dus hij stopt en hij laat hem zijn sliding doen. Dus dat was ook een grappig moment. Ja, het was... ik moet zeggen, toen we een uur en een kwart voor de wedstrijd opstelling zagen, stonden we aan Colmado, het winkeltje, hè, dus in de, wat is het, aan de Kerkhofstraat. En ik zei rond mij, mensen die ik kende, ik zeg, oei, Romeo Vermans start. En iedereen zei zoiets van, oef. Want hij had nog niet echt zijn stempel kunnen drukken bij dit Club Brugge. Hij had wel aangegeven in het tussenseizoen, ik wil niet weg, want ik wil de eerste invaller worden na Nielsen. En ik moet nu wel zeggen dat hij door wat hij gisteren gepresteerd heeft, en hij had ook al flanken laten zien op Westerlo, dus moeten we wel zeggen dat hij zeker zijn basisplaats gisteren verdiend heeft. Ja. En ook nu ook wel zijn legacy is aan het opbouwen. En hij het wel waard is om als tweede spits gezien te worden door
de clubfans. Hij heeft in de pikorde, maar reeds in het hoofd van Rick de Mil, van Nicky Haienbeter, maar nu ook in het hoofd van mezelf, en bij uitbreiding waarschijnlijk jullie ook, toch wel die tweede positie na Nilsson. Voor mij toch, en voor Jutgla, maar... zeker in zo'n wedstrijd. Ja, dit is ook de stelling van de week, Matthias. Die ik op jou afvuren, ook over Vermand. Is Vermand nuttiger in de spits voor dit Club Brugge dan Ferran Jutgla op dit moment? Ik ga daar heel duidelijk op antwoorden. Een Jutgla die struikelt met zijn vorm en vooral met zijn mentaal, zou ik altijd Romeo Vermand verkiezen boven Jutgla. Dat staat buiten kijf. Een Jutgla in bloedvorm, zoals op Anderlecht in play-off 1 vorig seizoen, in de Champions League tegen Atletico Madrid, vind ik nog altijd een iets betere spits dan Romeo Vermand. Maar de huidige Ferran Jutgla... Ook wat type voor het systeem? Maar Karel zei iets heel, heel juist vorige week, en dat was bonkerop. Hij zei, Jutgla is niet gemaakt om voor club te spelen, en club is niet gemaakt om Jutgla te laten renderen in de spits. En ik vond het ergens wel juist. Het is moeilijk om toe te geven, want ik zie die jongen heel graag. Maar het klopt wel, wat Karel toen zei. En ja, Romeo Vermand past iets beter in de filosofie van wat ik verwacht. En ik denk ook wat Nicky Haien verwacht van een clubspits. Maar dat is heel persoonlijk. Maar om terug te komen op de woord van Hans, ik denk nog altijd, en ik hoop er eigenlijk wel op, dat er iets gebeurt in januari in de spits. Want ik denk nog altijd dat Nilsson Vermand en een Jutgla die sukkelt met zijn vorm, dat dat te licht is om de oppergaaien te gaan halen in mei. Ja. Ik denk dat ook zonder nieuwe spits kan. Allee, daar ben ik echt van overtuigd. Maar, Ja, want we zitten nog met die Caifuro, hè, die hier zit aan te komen. En stel als je nu haalt, dat je... Ja. Als je dan eentje haalt, hè, stel dat je Jutgla kan slijten in het tussenseizoen, wat zeg ik, met de wintermercato. En er komt dan een jongen die in de pikorde challenged voor die nummer 2 positie na Nilsson. En Caifuro, ik verwacht hem toch dat hij speelminuten krijgt woensdag. Kun je toch ook niet blokkeren. Dus hij is 17, volgend jaar 18. Je moet hem die kansen geven en ook je moet hem het gevoel geven dat hij een toekomstige spits voor het A-elftal kan uitgroeien tot een spits voor het A-elftal. Als je nu nog een derde spits zou halen in januari, dan kan dat een teken aan de wand zijn voor Caifuro. Dus Voor mij moeten ze dat enkel doen als Jutgla verkocht wordt. Dus als Jutgla verkocht wordt, dan moeten zij iemand halen. Ja, dat wel. Dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar als Jutgla uiteindelijk blijft, dan haal je beter niemand. Want anders heb je een probleem. Want dan heb je Vermand, Jutgla, Spits X, Nilsson en Caifuro die gaat komen vanaf volgend seizoen. Dus dat is iets te veel. Want, voor je. Allee, het is een beetje hetzelfde verhaal zoals met Talbi. Stel je voor dat je nu nog, want daar gaan ook sommige stemmen van op, nog een extra flank moesten gaan halen. Stel dat hij er was geweest, dan had een Talbi nog niet geen kunnen tonen dat hij nu al getoond heeft in de competitie. Alleen het probleem is dat je zo'n beetje blokkeert. Ja, de spits is voor mij meer urgent dan de flank. Dat is mijn gevoel, maar bon. Ja, maar zijn er die dat ook zeggen. Hè? Dus, iedereen zegt dat ons scorend vermogen dringend daar omhoog moet. Dus als er dan wordt geïnvesteerd in de wintermercato, dan zou je denken in het aanvallend compartiment, maar je moet alles afwegen. We zitten inderdaad met jonge spelers zoals Talbi, zoals Furo, die er zitten aan te komen, wissel op de toekomst. Ga je nog gaan investeren in extra mankracht vooraan? Het is echt... Het is moeilijk, maar wij zijn niet degene die het moeten beslissen. Daar hebben we mensen als Maarten en Davy voor. Ik denk dat het de komende 2 maanden we zullen al veel wijzer worden. Want ik herinner mij vorig seizoen, ze gingen een nieuwe spits halen. Thiago heeft vanaf november Besiktas away aan de lopende band gescoord. En toen heeft Davy en Vincent en Bart besloten uiteindelijk om niemand te gaan halen. En geluk bij een ongeluk, maar achteraf. Dankzij dit, achteraf gezien, was het een zeer positief gegeven. Dus in november en december, stel mij de vraag opnieuw, eind december, en dan zullen wij wijzer zijn. Maar is het ook wel met feit dat je nu in januari nog iemand gaat halen? De kans dat wij na februari nog Europees spelen is
vrij klein. Ja. We gaan misschien, als het allemaal een beetje mee zit, nog die extra ronde halen. Tussenronde, ja. De tussenronde. Die overleven, dat zou wel heel, heel straf zijn. Ja, dan zijn er ook niet meer zo heel veel matchen. Tegen dan zit je ook al met de halve finales van de beker al. Enkel nog maar als je daar al in zit, of nog in zit. En dan, ja, enkel voor de Jupiler Pro League dan nog. Om daar dan heel zwaar te gaan investeren voor een half jaar. Dat leek me ook iets om af te wegen. Hè. Ik zou zeggen, laat ons november afwachten, want we zitten nu met uitwedstrijden op OHL, op Beerschot en dan thuis STVV en Dender. Ja, Celtic dan moet het... Aston Villa ook nog zeker? Celtic, Aston Villa. Ja, maar die vier competitiewedstrijden die we nu voor ons liggen hebben in november, ja, daar moet het scorend vermogen en ons doelpuntensaldo omhoog gerekt worden. En anders is het inderdaad dansen op een slappe koord als we binnen die eind november nog altijd onze doelpuntenproductie en die fameuze ketchupfles niet ontkurkt gekregen hebben. Dan moet er eventueel in januari nog wat geïnvesteerd worden in dat aanvallend compartiment. Maar laat ons de komende novembermaand afwachten wat het scorend vermogen van onze club betreft. Ja. Ik denk dat we collectief konden stellen dat iedereen heel, heel goed was, Matthias. Behalve één man die misschien een beetje uit de toon viel. Niet qua werkethiek, maar wel qua efficiëntie. Andreas Kovolsen zit niet in zijn beste periode. Hè. Nee, het is inderdaad, werkethiek was goed. Want hij verloor de bal en heroverde de bal meteen. Hij heeft dat 2-3 keer gedaan in de eerste helft. Het was echt heel obvious ook. Dus dat vond ik positief. Ik neem die wedstrijd van Sturm Graz, waar hij echt ronduit slecht was. En toen verloor hij de bal en hij liet het begaan. En nu ging hij wel de bal heroveren. Dus dat is een stap vooruit, qua werkethiek. Maar puur qua kansen afmaken, gewoon natuurlijk wereldsafe van Kozemans op dat schot. Ik denk dat er niet veel keepers in België die bal gaan halen, want dat is echt een fameuze redding. Ik zie wel een Mignolet in zijn huidige vorm die bal wil halen. Zie je, Nicolai, ik heb het gezegd. Ik kan er nog iets anders over zeggen, maar ik ga het houden. Ça va. Maar om op Skov terug te komen... het was ook een moment in de tweede helft, daar heb ik mij heel boos op gemaakt. Yashari liep rechts van hem. Hij kon die bal letterlijk afgeven en dan was het goal. En hij gaf zelf een beetje een pisballetje richting Kozemans. Ik heb er mij wel een beetje op gefrustreerd gisteren, moet ik eerlijk toegeven. En ik vind het spijtig dat een speler met zijn kwaliteiten... soms heb ik altijd... Dan vergelijk ik het met een Tsolis en met een Yashari die wel die body language en die wedstrijdmentaliteit hebben. Dat mis ik heel hard bij Skov. En zeker de laatste weken en maanden. Dus het irriteert mij een beetje, maar aan de andere kant hoop ik wel dat hij de klik gaat maken. En we weten allemaal, bij Skov, hij zit zo ingewikkeld in elkaar dat hij plots die de klik wel kan maken. Dus, ja, want Hans, als die speelt, als die in vorm is, Kovols, dan blijft voor mij de beste in België. Hè. Dan kent hij zijn gelijken niet, als hij zijn vorm haalt. Ik denk dat we nu met 2-3 spelers zitten die eigenlijk het Belgisch niveau normaal overstijgen. Dat zijn Onyedika, Kovolsen en voor mij Tsolis. Dus dat zijn de drie die we op termijn eigenlijk waarschijnlijk niet zullen kunnen behouden. Maar het is zo jammer dat Skov nu in een periode zit dat het allemaal een beetje tegen zit. Vormdip. Langs de andere kant vind ik gisteren... we hadden als clubsupporters, denk ik, Tsolis al omarmd. Iedereen weet dat dit een jongen is met potentieel. Maar gisteren is Yashari toch ook aan de oppervlakte gekomen. En heeft hij alles bevestigd wat hij ook in Milaan al had laten zien. En ik denk dat we nu toch kunnen zeggen, die knelpuntpositie, we hebben allemaal gesakkerd op die 8 positie in het begin van het seizoen. En we hebben nu met Onyedika, Yashari, Hans toch wel een heel sterk middenveld. Misschien wel het sterkste dat er op de Belgische velden rondloopt. Zonder twijfel. Dus we hebben eindelijk de missing link gevonden. Ik denk Yashari ook zijn leidinggevende capaciteiten. Je ziet, die straalt veel uit. Je bent er nooit mee klaar. Dit is een leidersfiguur. Misschien wel een kapitein op termijn. Wie zal het zeggen? Maar ik denk dat gisteren gebleken is dat Yashari toch wel een heel sterke
transfer is van de tussenperiode. Dus Nielsen hadden we al min of meer omarmd, het Solis zeker. En na gisteren Yashari, dan hebben we nog Sikai en Romero. Die zich nog moeten beter ontwikkelen. Maar goed, dus heel tevreden. En de man of the match gisteren was Romeo Vermaand, omwille van zijn bijdrage. Maar voor mij mag Yashari die ook wel claimen. Absoluut. Ik deed mijn Batjas een beetje denken aan de beste Ruud Vormer. Hè. Bij momenten ook een goede trap. Hij trapt ook goede corners. Klopt. Ging ook de hoeken gaan opzoeken vaak. Om dan die voorzetten te gaan trappen. Verticaal ook. Wat ik in het begin een beetje miste van hem. Eigenlijk ook die verticaliteit in het spel. Ja, het is wel echt, nu is echt genieten van hem. Klopt. En vooral ook wat hem echt typeert, vind ik, de voorbije weken, is zijn overgave. Dat is iemand die er altijd voor gaat, zich smijt. En hij kijkt niet om metertje of minder die vuile meters te moeten maken. Dus dat vind ik geweldig. En vooral, het verschil met Vormer vind ik wel dat Vormer misschien iets meer statistieken gaat hebben dan Yashari, omdat Yashari een iets meer verdedigende type is dan Vormer. Maar ik denk wel dat Yashari de betere voetballer is van de twee. Je voelt zijn techniek is piekfijn. Ik ben fan. En eindelijk hebben we een 8 gewonnen die en matcht met Onyedika en matcht met Hans van Aken. Dat was nog niet gelukt met Casper Nielsen, niet gelukt met Hugo Vetlessen. Vetlessen heeft wel, zal nog zijn kunnen tonen, sowieso. Met wie is het nog niet gelukt? Want we hebben echt na Vormer Nielsen. Ja, dat had ik gezegd. Casper, Hugo. Mats Rits heeft daar ook nog een tijdje gespeeld. Op de 8 ook, bij ons. Ja, op een andere rol. Maar Jasje, voor mij moet je nooit meer sleutelen aan dat middenveld. Dit is, zoals Hans zei, dit is het beste middenveld van België. Ontegensprekelijk. Ja, Hans, het kan misschien ook voor Vetlessen, die voor een jaar toch wel basispion was, kan hem ook wel een beetje triggeren om iets meer zijn tenen te gaan uitkuisen. Hè? Want het was voor hem misschien iets te zeker van zijn basisplaats. Ja, want we hebben daar moeten opstellen, ook in wedstrijden, dat hij wat minder in vorm zat. Nu hebben we zeker met Yashari, die nog eens een goede hoekschop kan trappen, als alternatief, als Maxime er niet meer op staat. Dus dat is ook een wapen. Die zijn traptechniek is ook wel... die kan zo van die strakke hoekschoppen trappen. En die vista heeft een enorme vista. Ja, en die drive, die energie die eruit spreekt. Dus... maar Hugo, het kan hem maar challengen en hem tot betere... het kan maar een positieve stimulans zijn en boost voor Hugo zijn. Dus we gaan hem nog zeker nodig hebben, hoor. Zowel in Europa als in België, een Hugo Vetlessen. Dus heel blij met de ontwikkeling van Yashari. Heeft tijd nodig gehad om de intensiteit van het Belgische voetbal zich eigen te worden. Maar je ziet na x aantal weken, maanden meetrainen dat hij dat toch oppikt. En dit getuigt van talent. En zeker heel content. En misschien hebben we wel een opvolger voor Ruud Vormer gevonden. Wie weet, op termijn kan hij ook nog die kapiteinsband... want die is nog maar, wat is het, 21, 22 jaar? 21. Nog heel jong, is nog jong. Er zit nog veel marge ook op zo iemand. Want ik denk dat Vormer 26 was als die aankwam bij Koepal. Ja, 25. Ja, die was wel iets ouder. Mathias, je zei het er net al, Simon Mignolet. Goed in de goal de laatste tijd, maar ook met de voeten. Want twee kansen. Ja, gewoon gekomen door eindelijk even goed te kijken. Goede trap, goede lange bal op. Twee keer op de Kuiper was het. Dan kwam die kans van Skof en eentje van Vermaand. Dus dat uittrappen, dat is toch ook al beter aan het gaan. Hè? Sowieso. Zo zie je maar dat een andere keeper erop zette om Simon wat te challengen. De jongen goed. Het heeft de jongen goed gedaan. We kunnen draaien of keren zoals we willen. Ik denk oprecht dat hij op dat moment, in die 8, 9, 10 wedstrijden dat Jakkers gekiept heeft, dat hij waarschijnlijk gedacht heeft van oei, mijn plek is toch niet helemaal zo safe als ik het dacht. En dan haal je het beste uit iemand. En dat is exact wat Hans zei met Hugo Vetlessen en Yashari. Hugo gaat ook nu beseffen van oei, ik moet mij even een beetje schop onder mijn kont zetten en vlammen. Dus Simon, ik denk dat Karel zei 2-3 weken geleden van Simon keept heel, heel sterk dit seizoen. Nu nog het uitvoetballen.
Maar gisteren was het uitvoetballen heel sterk, want inderdaad een paar crosspasses, zowel van hem als van Mechelen. Je verwacht het niet van beide heren, maar allebei crosspasses met links, met rechts, paf, in de voeten van Tsoulis of in de voeten van Skov. Dus het was, zoals ik zei, sterk op alle vlakken. Behalve die laatste 10 minuten natuurlijk. Ja. Ja. Je zou het eerder verwachten van een Den Donker of zo, maar kijk, lange ballentrapper is niet iedereen gegeven. Hans, hij was dramatisch trouwens. Leander Den Donker heb ik... Het was lang geleden dat ik die nog zag spelen, maar... Oei, dat was van het ergste ooit. Ja, dat was dramatisch. Behoorlijk dramatisch. Normaal is de waterdrager en nu moet hij die ploeg gaan sturen en bij de hand nemen. Hij kan dat niet. Dus, nee, maar goed, dit, zorgen voor Brussel. Probleem. Nee, absoluut niet. Hans, zou Mignolet, naast dat hij de laatste tijd goed bezig is op het of in het doel van club, ook goed quizzen? Hij is vanavond te gast in de slimste mens ter wereld. Ik had hem even blijkbaar een universitair diploma. Hè? Hij heeft een universitair diploma. Ja. Hans van Aken is er al geweest. Wie is er nog geweest van club? Is Jelle er ooit geweest? Jelle Vossen, Klopt. Ja. Ja. Dan van Antwerpen is Toby. Die heeft wel. Maar Hans heeft wel de finale week bereikt. Ik denk dat hij een aantal edities heeft gewonnen, waardoor dat hij dan... Ja. Ja? Dus, okay. Ja. Dus, denk niet dat er al eentje iemand na één aflevering naar huis is gegaan. Dus, maar ik denk dat Mignolet zeker voor zijn maatjes Vossen en Van Aken niet gaan willen onderdoen. Ja. Oh, ik ben dat is een kaartenspeler, Nicolas, dus hij wilt winnen. Absoluut. Ja, het is ook wel leuk om een keer hem van een andere kant te zien, Simon Meunier. Ja, veel succes alleszins. Het is al lang opgenomen natuurlijk. Maar straks komt hij op tv nog een keer. Onze Simon Mignolet. Dan nog iets anders over die wedstrijd. De buitenspelfases. Dat vond ik toch wel raar. Allee, die eerste afgekeurde goal van Tsoulis. Daar was marcheerde de VAR blijkbaar niet goed. Want de lijn dat te zien was op tv, was getrokken van een camera op de middenlijn. Maar daaruit kon je toch nooit een goede lijn trekken. Je kon niet eens de spelers even zien, want er zaten anderen voor. Dat snap ik niet, dat er niet bij het oordeel van de grensrechter gebleven werd. Wij zaten natuurlijk in het stadion. Ik heb vanavond pas Sports Late Night nog eens bekeken. En ik moet heel eerlijk bekennen dat heel die beide fases, zowel het vermeend buitenspel van Tsoulis, afgekeurd doelpunt, en dan die aansluitingstreffer van Simic, ik zie daar absoluut geen verschil in. Voor mij was Tsoulis stond nipt buitenspel, Simic ook nipt offside, een identieke marge, en ofwel keur je beide goed, ofwel keur je beide af. Dat vind ik heel raar. Dus, en het idee, de insteek van buitenspel is altijd geweest, als een aanvaller niet voorbij de laatste verdediger staat, daar ging het over. Maar nu duurt dat 4 à 5 minuten, creëert dat ergernis. Dan spreken ze van die 3D-lijntechnologie en die lijnen trekken en dan zie je die witte lijn en die rode lijn. Ik ben van het blote oogprincipe. Als je het met je blote oog goed ziet dat de aanvaller voor de verdediger staat, dan zou ik zeggen, keur het af. Maar als geometrie moet worden toegepast en lijnen, en dan zou ik zeggen, geef de voorkeur aan het aanvallen voetbal en keur het doelpunt goed. Ah. Het is voor mij een promotie van en een beloning van aanvallend voetbal. Maar dat is mijn... Maar geef vooral het voordeel, want die fase met Tsoulis, die 2-0 begin tweede helft, camera standpunt stond niet goed. Hè? Dus dat was zo'n een perspectief dat niet zoals bij Simic, want aan de rechterkant werd het wel, aan de linkerkant werd het niet. De grensscheidsrechter zegt goal, voor mij is het onside. Ja, dan moet je gewoon het voordeel geven. Je moet het voordeel van de twijfel toch geven, toch? We hebben het zelf ook al een aantal keer gehad op die manier. Ik denk vorig jaar is dat ook zo. Met de marge was dat super close. Of standaard. Ja, ik dacht dat standaard was. Dat zegt me nog iets. Dat ze niet konden uitmaken of... Standaard away met die de goal van Standaard bedoel ik. Van Kanga, die goal van Kanga. Daar, dat is ook niets wel, niets niet. Ja, en dan hebben ze gezegd, oké, omdat we het niet kunnen zien, dan volgen we gewoon de grensrechter. Wat dat eigenlijk hier ook toch altijd gewoon had moeten gebeuren.
De VAR is tussengekomen voor een clear error, terwijl hij niet eens een clear error kon zien. Nee, want nou, voor niemand was het clear. Voor niemand was het clear. Als je 4-5 minuten moet wachten om dan te zeggen clear error, dat klopt niet. Maar en Romeo Vermans heeft trouwens ook lang geduurd, terwijl dat hij wel een half meter onside stond. Hè? Ik bedoel, dat was ook duidelijk met het blote oog te zien. Met het blote oog, voilà. Ja, ik zou het zeggen. Ja, nu, om te zeggen dat hier complottheorieën, dat altijd in het nadeel van club is. Ik denk gewoon dat het onkunde is van de VAR, dat ze gewoon ook worstelen met die technieken. En na januari, blijkbaar zal die 3D-technologie hetgeen dat in Champions League gebruikt wordt, hè. Dus dan dat zal met die discussie op het EK en zo, dat vind ik wel... Ah, nee, dat gaat ook veel rapper gaan, hè. Vooral dat, hè. Sedert die doellijntechnologie er is, wordt er ook nooit meer gezeurd over al of niet achter de lijn. Dus ik hoop dat met die aankoop van die 3D-technologie, dat dan ook die discussie verdwijnt. Want dat creëert zoveel ergernis, nu gisteren ook. Je moet daar echt... Bij die goal van Vermans, die staat daar 3 minuten recht van. Ja. Wat gaat het nu worden? Het was... Het zorgt voor argwaan bij iedereen, bij de tegenstander, bij je ploeg, bij de spelers, bij de supporters natuurlijk ook. Enfin, en het zorgt ook voor momentum switch soms in de match. Als je zo lang moet wachten en je krijgt dan niet wat je denkt dat je verdient, dat is ook mentaal. En daar is Club wel rustig onder gebleven altijd, want wij werden eigenlijk nooit uit onze lood gehaald. Behalve dan, daar moeten wij het ook over hebben vandaag, spijtig genoeg, die laatste 10 minuten. Want dat vind ik vind dat heel frappant dat Club zo dominant is, zo een tegenstander zo bij de keel kan grijpen. En dat was ook zo tegen Gent bijvoorbeeld. En dat je plots een klein beetje de pedalen verliest door een tegengoal. Oké, je kan een tegengoal pakken. We haalden het daarnet, die 2-1 in 2019 met die 2 goals van Diatta. We pakken daar een doelpunt, maar we blijven wel denderen op die machine voortbouwen. En gisteren, die minuut 87 tot minuut 98 was het. 98. Toen heb ik echt wel gedacht van, het gaat hier nog fout lopen. En het is tot 2 keer toe bijna fout gelopen. Ja, maar langs de andere kant... In de weegschaal wel ook tot 2 keer toe de 3-1 wel kunnen. En misschien wel moeten. Want hoe dat die daar afwerkt, dat is wel... Allee, dat kan. Ja. Sorry. Zoals dat zo tegen Union, hè. Ja. Tegen Union was het al zo. Binnentikker, een beetje à la Lewandowski. Guttgola moet daar ook beter paal, doen. Als die Kozeman dan speelt, moet hij het ook beter doen. Zeker als je zo fris nog in de match zit. Ja. Als je dat nu doet, zo'n trap zoals Koras, als je dat doet nu na 90 minuten gevoetbald, hij zit er helemaal door, kan ik nog ergens inkomen, maar niet, je staat 10 minuten op het veld. Nee. Blijf kaas, één tikje, knal, boom, en gedaan. Hè. En dan is er nooit meer sprake van een slotoffensief. Als Sanka die goal had gemaakt op het einde, dan ging ik 2 maanden niet meer naar Gent-Breidel. Ja, dat was, sorry, maar dan was het... Als je hier punten verliest, na zo'n demonstratie tegen Moof, dan hou je het niet voor mogelijk. Maar bon, je moet je kansen afmaken, Nicola. Dat klopt. Dat is voetbal, hè. Tegen Gent waren we ook zo dominant. En we verloren met 2-4. Dus dat nog altijd niet vandaag. Ja. Maar ja, kijk. Ja. Dortmund zelf, dat hebben we ook wat ook. Ja, een beetje efficiëntie. Een allerlaatste, heel leuke puntje misschien nog om te bespreken over de wedstrijd. Hans, Jan Breidel, het was weer een oldschool sfeertje. Het sfeer zat wel heel goed op de tribune. Dus ik heb er echt van genoten. Het zonnetje, goed voetbal. En je ziet dan ook, als die spelers er 100% voor gaan, veel heb je soms niet nodig. Hè? Een kleine vonk en Jan Breidel staat een lichter laaien. Wisselwerking tussen wat er op het veld gebeurde en de tribunes was weer vintage club. Gisteren overal werden liedjes ingezet, alles werd opgepikt, alles ging door. Iedereen was in een goede mood, ondanks het feit dat zonnetje... Ik ging net de lentezonnetje, daar herfstzonnetje, om 1:30 na x aantal pilsjes. Soms er kan op inhakken en je passief maakt, waar we allemaal in feite lekker aan het schuimen. Ik heb er echt van genoten. Ook het repertoire, het liedjesrepertoire was heel divers. Leuk. Heel leuke namiddag. Dus het smaakt naar meer. Ja, Fort Jan Breidel was eigenlijk eindelijk terug. En dat doet me echt heel veel plezier. Er was één liedje die mij is bijgebleven. Dat was de FCB Ole Ole. Dat had ik in
heel lange tijd niet meer gehoord op Jan Breydel. Dat is, klinkt heel stom, want dat is een liedje waarmee ik groot ben geworden. Ja. Maar dat was echt lange tijd dat ik dat niet meer gehoord. Ja, dat was al leuk. En gewoon Allee de Blauwe. En dat was heel positief. Dat was altijd de ene kerel in de Noord die daar op zijn vingers zat te fluiten. Ja, dus shout-out naar hem, want dat is wel echt, dat blijft legendarisch. Het is die Stunty. Hij is Stunty. Ja, het is Christophe de Munter, ja. En er was een beetje banter voor Move natuurlijk, want dat hoort erbij. Ja. Maar het was oké. Ik bedoel, het was niet... de voorbije jaren was het vaak zo 85 minuten anti-support en dan 5 minuten pro-support. En vandaag, en de laatste tijd, is het eerder andersom. Ja, en ze worden nooit meer kampioen. Dat was toch heerlijke banter. Inderdaad. Maar op dat scoren ze net. Net tijdens dat liedje scoort die Simietje. Ja, maar klopt. Ja. In de 88ste minuut. Ik was echt aan het zingen naar een richting. En dan die goal en dan... Dat was een beetje gelijk die bekerfinaal met Refailov. Dan zij zingen van... pas Brusselois. En dan scoort Refailov en dan... Anticlimax. Het is dramatisch afgelopen. Goed kunnen. Voor ons dan. Ja, okay. Sowieso. Nee. Genoeg over deze fantastische middag in het Jan Breydel Stadion. En kijk, toch weer al eens kunnen... Voor de derde keer op rij trouwens, gewoon van Moff. Nu 2 keer in de playoffs vorig jaar. En nu de eerste keer in de reguliere. Ja. En Kar zei dat het schandalig was dat we meer wonnen op Moff dan thuis tegen Moff. Maar kijk, met de overwinning van gisteren. 2 keer op rij weer. Kijk. Voilà, kijk. Valt goed voor de statistieken. Mooi. Mathias, je hebt een quizje voor ons voorbereid. Ja, klopt, volledig. Zoals jullie weten spelen wij woensdagavond tegen Belicia Bilzen. En ik dacht, het is onze eerste bekermatch van het seizoen, dus we gaan er een bekerfinale special van maken, op vlak van quiz. Het zijn 10 vragen die ik op jullie ga afvuren, jongens. Er zijn een paar gemakkelijke, er zijn een paar moeilijkere bij, dus... Voilà, zaak om snel te zijn. Het gaat specifiek over bekerfinales. Dus niet bekerparcours, maar echt bekerfinales. In tout genre, dus voilà. Ik ga de eerste vraag op jullie afvuren. En voilà, succes alvast. Hoeveel bekers van België heeft club gewonnen? 11? 9? 11. Nee, 11, shit. Ja, okay. Klopt. Standaard is nummer 2 met 9, denk ik. Ja, klopt volledig. Maar Standaard heeft er heel veel gewonnen, maar in de jaren 60 daarna een heel stuk minder. Maar klopt, 11 bekers heeft club. Hoeveel bekerfinales verloor club in totaal? 8. Wie is het dichtste bij? Je zei hoeveel? 8. Ik zei 8. Klopt. Kijk, op de kop, mooi. Helemaal. Ik ging 7 zeggen. Ja, 19 finales. Ja. 11 gewonnen, 8 verloren. Volledig juist. 1-1. Spannend. Vraag 3. Wanneer won club zijn allereerste beker van België? Ja. Wie het dichtste bij zit, jullie mogen één jaartal zeggen en degene die het dichtste bij zit, wint. 1920. Okay, dat was onze eerste titel. Ah, 1920 hebben we onze eerste titel. Dus ik ga het op zijn slimste mens spelen, 1921. Ja, daar zit ik er zeker bij. Ja, maar Hans laat je maar zakken. Laat je maar zakken. Oh. Nee, het is 1968. Ja, kijk, voilà, dan pas, in de jaren 60. Voilà. Okay. Dus toen wonnen we onze allereerste beker. En het was trouwens tegen Daring Club in Brussel. Ja, de RWDM, maar het voormalige RWDM. Een iets gemakkelijker vraag, en daar verwacht ik een snel antwoord eigenlijk. Welke speler van Moes Kroon scoorde het Blondel. Enig... Blondel. Ja. Jij was eerst, 2-2. 2-2, 2-2. De bekerfinale tegen club gescoord, hè. Klopt volledig. Wie is topschutter aller tijden bij club over alle gewonnen bekerfinales? Gert Vereen? Nee, Hans. Moeilijk, hè. Wacht, hè. Het is een clubspits. Ja, wellicht, hè. Nou, Hans, een beetje hokken. Doe maar Hans. Nee? Dus, nee, ik zal het niet weten. Een spits... nee.
68 tot nee. Nu. Nee. Het was nee. Andres Mendoza. Oh, toch? Maar nu, drie keer moest Kroen en één keer SK Beveren. Dus hij heeft gescoord in die 4-2 tegen SK Beveren en die drie keer tegen Moeskroen. En op nummer 2 staat Lotte Lambert. Ja, ik was van plan Lotte te zeggen, maar ik dacht dat 68. Maar goed, ja. 80 heeft hij gespeeld. Je hebt eigenlijk Mendoza met 4 goals, Lotte Lambert met 3 goals en heel veel speels met 2, waaronder Stanic, Vrijen, Kaje. Heb je er nog een paar. Maar Andres Mendoza met 3 plus 1 doelpunt tegen Beveren. Topschutter van de bekerfinales. In 1970 boekte de club zijn grootste overwinning in een bekerfinale tegen Dering. Hoeveel werd het? Ik dacht 4-0. Nee. 4-1. Ik weet het niet. Of was 7-1, geloof ik. Nee? Te bijna. 6-1. Dus nog altijd 2-2. In 2004 scoorde de club liefst 6 keer tegen Beveren. Binnen Maarten, Danny Verlinden. 4-2. Dat was de vraag. Ja, nee, dat was de vraag. Scoorde voor club. Ik ging zeggen welke twee spelers scoorden in elk een own goal. En het was inderdaad. Danny Verlinden is de allerlaatste match als prof, nota bene. Met zijn schot. Met een spitse goal en zijn eigen goal. Het was in dek van doel. Mijn eerste bekerfinale als kleinmanneke. Ja, lekker weertje. Oh, die zon. Ja, en als Chaché met zo'n goal, weertje. Dat iedereen dacht dat hij in zijn net zat, en zat erin, dat weet ik ook nog heel goed. En Bicky was eigenlijk een fantastisch mooi ondoelpunt. Het was echt een karate-trap. We scoorden 6 keer. Maar pas op, als je die ploeg van Bever van toen zag, met met al die Romariën. En Gervinho, dat was wel... Ja. Allee, en dat die gezien, eigenlijk echt een goede ploeg. Hè. Ja, het is een paar bij Arsenal gespeeld, met Eboué en Gervinho. Club Anderlecht met de goal van Refailov zal voor eeuwig bijblijven bij elke club van. Maar in welke minuut scoorde Refailov? 92. 92 is de nevast, ja. Ja, 92. Ja. 4-2, Nicola? Ja. Denk ik, hè? Ja. 2-4, Nicola. Hier kan er 2 punten gescoord worden, jongens. Dus dat is een belangrijke. Opletten. Wie scoorde het enig doelpunt in de finale? Club stond daar in 2007. Ishiyaku. Ja, 5-2. Assist ballenband met de kop, onwaarschijnlijk. Dat was mijn volgende vraag. Wie gaf de assist en met welke liefdes dan? Ja, dat is letterlijk. Ja, de kop. Hey, Hans, ik beloof het jou. Ik heb niks gezegd aan Nicola op voorhand. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Sorry. Voilà. Ishiyaku. Voilà. Beetje voor mijn beurt gesproken. Voilà. 2-6. Het is zo voorspelbaar, Matthias. Ja, Nicola, ik kon anticiperen op je vragen rond Beveren, die twee doelpunten. Hè? Ja. Nee, het is niet zoals de slimste mens voorgekoud. Het is 100% spontaan en authentiek. Okay. Naar welke... Proficiat, Nicola. Er is nog een vraag. Ja, ik dacht dat het al gedaan was. Nee. Bon, Hans, snel zijn. Naar welke bekerfinale werd de Davis Cup genoemd door Antoine Van Oven? Davis. Dan welke? Roger, 77. Roger Davis. Ja, 77. Ja, klopt volledig. Ja. 77. Het was 4-3. 4-3. Ja. Roger Davis. 6-3 eindstand voor Nicola. Ja, toch nog een troostdoelpunt. Voilà, dit was de bekerfinale quiz van Club. Ja. En we beginnen er opnieuw aan, hè. Tegen Belizia Bilzenhans. We mogen nog naar de Heysel gaan, hè, denk ik dan. Want dat vind ik ook wel, van alle voetbaluitjes die er zijn, Hans. Toch een van de allermooiste. Het is natuurlijk niet de meest glamoureuze prijs die je kunt winnen. Maar ja, het is een prijs, hè. Een prijs is een prijs. Ja, het is geen sexy prijs, maar het is wel een leuke dag, vind ik, in Brussel. Dat zijn heel leuke uitjes. Nu is dat in maart, vroeger was dat in mei. Ik weet niet wanneer dat nu gepland staat. Nu is terug later, hoor, denk ik. Is niet... Tijdens de play-offs waarschijnlijk. Ja, ik denk halverwege de play-offs, ja. Ja, ik denk begin mei of zoiets. Ja.
Ja. Begin mee. Dus ja, ik kijk er naar uit. 12.800 tickets verkocht. Leon, die wou zijn verjaardag, 13e verjaardagsfeestje vieren met 8 kameraadjes. Dus ik ga met 8 jongens van 13 jaar naar Club Brugge Bilzen woensdagavond. Dus we gaan er een leuke avond van maken. Dus ik zie er wel naar uit. Ga je gaan, Matthias? Nee. Ik heb andere plannen, helaas, maar ik vind het erg spijtig wel, want allee, ook al gaan er B-spelers aan de aftrap komen, zoals bijvoorbeeld een Talbi, een Skoras, een Kasper Nielsen, andere spelers. Dat is altijd tof om die jongens dat je weinig aan de bak ziet, die plots wel zien opdraven. En ik zei het, tijdens mijn voorbereiding voor de bekerfinale quiz, las ik van oké, de laatste finale dat we gewonnen zijn was thuis tegen Moof. Verloren tegen Antwerpen en verloren tegen Standaard. Het is nu dringend tijd dat we terug die beker pakken, want dit is veel te lang geleden. Mm-hmm. Ja, en gaan we Voer ook hier zien, Hans? Je zou toch verwachten dat een Romero wel wat minuten zal maken. Een Jakkers, denk ik ook. Vetlessen en Nielsen verwacht ik misschien ook. Ik denk dat Jutgla wellicht zal starten en Furo op de bank misschien ook wel wat minuten zal maken. Het is afwachten, hè. Wordt het een mix van A en B. En Sabbe waarschijnlijk ook, hè? Sabbe verwacht ik wel in plaats van Seys. En Sique in plaats van Maxime. Maar centraal verwacht ik Spileers met Romero. Dus, begrijpen jullie het Sique, die volledig wordt gepasseerd? Zegt niet dat het fout is van club of zo, maar ik vind het heel opmerkelijk dat hij zich niet kan... Ja? Misschien is het ook wel een beetje mentaliteit. Ik weet het niet, hè. Het kan helemaal. Ja, ik ook niet. U heeft zijn kans toch gegrepen bij Club Next met die rechtstreekse vrije trap. En die heeft het toch niet verkeerd gedaan. Misschien krijgt hij wel start hij wel, hoor. Het zou leuk zijn voor hem, want ik vind wel... Het is iemand met kwaliteiten, hè? Vind ik nog altijd. Ik heb nog een klein vraagje over Belizia Bilzen. Een klein mini-mini-quizje. Ja. Twee ex-spelers van Belizia Bilzen speelden ook ooit bij club samen. Eind jaren 90, maar ik ga wel een tip erbij geven. Ze hebben ook samen gespeeld bij Belizia Bilzen, maar toen noemden we het nog Spouwen Morpetingen voor de fusie. Klassen? Wie is het? Ja, Klassens? Nee. Ze hebben samengespeeld bij club en bij Spouwen Morpetingen. Eind jaren 90 bij club en rond 2010 bij Spouwen Morpetingen. Wanneer was het bij club? Het zijn Limburgers. Het is één Belg bij en één niet-Belg. Ik weet de nationaliteit niet. Nee. En in welke... Eind jaren 90, pak zo 96 tot 99. Ik weet niet, Jochen Jansen was dan Limburger? Jochen Jansen misschien, ja. Nee. Nee? Ik had ook Jochen Jansen in mijn hoofd. Ze hebben al twee ongeveer 50 wedstrijden voor club gespeeld. Ah. Jongens, toch. Hoe zien die eruit? De ene heeft een heel donkere huidskleur, de andere niet. En het is een Limburger? Nee, dat weet ik niet. De ene Limburger is. Het is een Belg en een niet-Belg. En als hij het gaat zeggen, ga ik denken van, allee, tuurlijk. De eerste is Gunter Verjans. Dat is een Limburger, ja. Ah, is een Limburger, ja. En de tweede, dat is misschien iets verrassend, Ebusila. Mo, heeft hij dat nog gespeeld? Heeft hij gespeeld in Limburg? Bij Spouwen Morpetingen rond 2010, samen met Gunter Verjans. Ebusila, ik moet altijd denken aan die Supercup tegen Genk. Die goal. Ja. Mooie goal, trouwens. Het was Sani of Sila? Ik ben aan twijfel. Van ze speelden allebei, het waren goeie. Dat is de enige link dat ik kon vinden. Ik was toevallig gewoon een keer door de Wikipedia-pagina aan het gaan. Ik zag die twee namen en ik zei, mo. En die, zowel samen hetzelfde met bij club gespeeld, als samen bij Belizia Bilzen of toen Spouwen Morgen. Michel Beriks heeft jou geholpen. Nee, ik had echt zelf op Wikipedia. Ik geef anders heel graag heel veel credits aan Michel Beriks. Maar deze heb ik wel zelf opgezocht. Well done. Nee, dus woensdag om 8:30 in het Jan Breel Stadion. Club tegen Bilzen, kom allemaal af. Voor abonnees is het zelf volledig gratis. Dus, 13.000 tickets gekocht. Dus, waarom en live op tv, dus het zou wel mooi zijn mocht
Maar in het stadion is het altijd veel plezanter. Dus, absoluut. We gaan mensen aanmoedigen, want voetbalmatchen of in het stadion, dat is niet te vergelijken. Nee. Dus kom allemaal maar af naar Jan Bredel, zelf al bijna aan het twijfelen. €5 Dus ja, en voor abonnees gratis, helemaal gratis. Abonnees en clubmembers gratis. Ja. Dus niet twijfelen, gaan. En dan komend weekend mogen we naar Leuven aan de Dreef. Leuven kent een beetje een grijs seizoen, Matthias. En historisch gezien winnen we daar wel, zeker de laatste jaren, regelmatig. Ja. Het zou geen groot obstakel mogen zijn. Ik ben ooit... Georges Lekes was toen coach bij Club. En ik zat daar toen. En ik ben een grote fan van Sweet Caroline. Maar ik kan u zeggen, na die avond kan ik Sweet Caroline niet meer horen. Dus... Voilà, maar ik ben nadien een paar keer naar Roachel geweest. Het is niet ver van bij mij thuis trouwens, dus ik ga daar heel graag naartoe. En we spelen daar altijd goed. Het is een beetje zoals op Westerlo. We spelen daar altijd best goed voetbal. Dus dat verwacht ik ook komend weekend. En laat ons alsjeblieft, jongens, werken aan efficiëntie voorin. Want anders gaan we ook in de problemen komen daar. Ja, Hans kan misschien voor Ferran Juddikla de match van de ontbolstering zijn, want de afgelopen 2 jaar scoorde hij er 2 keer in Leuven. Scoort tot nu toe altijd. En vorig jaar met een mooie goal, wie weet. Ja, maar ik hoop toch Nilsson een keer terug te zien. Dus ik hoop dat Nilsson... En club zal ook niet gesteund worden door mega veel volk, want het uitvak is gereduceerd tot 580 tickets. Antwerpen had er al last van. Dus die hebben die nog verkleind om hun... We hebben blijkbaar 2 sfeergroepen langs beide zijden om die voldoende plaatsen te kunnen bieden. Dus jammer, want ook clubsupporters zonder een historiek bij OHL worden geweerd als ze een ticket claimen. Dus vind ik wel jammer dat we eigenlijk onmogelijk, als we niet een van die 580 tickets of plaatjes in het uitvak kunnen bemachtigen, dat we sowieso geband worden. Ik vind het eigenlijk niet slim van OHL. Want uiteindelijk, je verliest, want clubfans zijn altijd talrijk overal. Het zijn trouwens peperdure tickets daar. De keren dat ik geweest ben in het thuisvak, dat was gemakkelijk €30 of meer. En ze missen dan heel veel plekken, want in Wachel is het quasi nooit uitverkocht. Dus, maar ja, kijk, het is een keuze. Ja, het is nu niet dat wij zo'n vijandige historiek hebben met de OHL-aanhang. Integendeel, denk ik. Absoluut niet. Ja. We gaan afsluiten met de pronostiekjes voor beide wedstrijden. We gaan beginnen met Club Bilzen. Ik zie dat Hans nog aan het denken is, dus Matthias, je mag eerst een pronostiek geven. Enkel Bilzen of OHL ook? Doe maar beiden. 4-0 tegen Bilzen en 1-3 op OHL. Oké. Hans? 5-1 tegen Bilzen en 0-2 op OHL. Ja, ik ga voor... 6-0 tegen Bilzen en 1-2 op Leuven. Voilà, dat tekenen we voor, hè. Dat tekenen we voor. Als de club maar wint, dan is het altijd mooi. En altijd een goede maandag, zoals vandaag. Sowieso. Dat zou wel zijn. Ja. Klopt. Alright, Matthias, super bedankt om erbij te zijn. Hans, idem, super bedankt om tijdrijd te maken op deze maandagavond. Maar het was allemaal met de big smile, want we hebben gewoon van onze eeuwige rivaal. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijkers, om te kijken. Vergeet ons zeker niet te volgen op al onze socials, op YouTube, subscriben. Dat helpt ons ook altijd een beetje vooruit. En op Spotify ook volgen en doen. En, je mag ook altijd onze podcast delen of je mening aan ons doorsturen. Daar staan we altijd zeker open voor. Tot volgende week, tot een nieuwe aflevering van De Klokken. Carrasco, daar is het. En daar is voor... met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, Scott Olsen. Franke van der Elf, het is de 3-0. Nee, hij heeft tijd om te kijken en er eentje uit.